Onderwijsminister Henry Ory zegt dat enkele schoolleiders de leiding van het departement tegenwerken. Hij sprak journalisten vandaag voor aanvang van de Raad van Ministers. De bewindsman vindt bijvoorbeeld dat leerkrachten geen aanzet moeten geven aan collega's om dingen te doen die het beleid verhinderen. Wat we nu zien in het veld is inderdaad een stukje tegenwerking. Ik zal het even zo ondeftig noemen. Een aantal schoolleiders zijn bezig eigenlijk een aantal dingen te doen die horen. We proberen in gesprek met die mensen te komen en uit te leggen dat wij de leiding geven aan het ministerie. Dat is onze verantwoordelijkheid. En mensen moeten beseffen, er is een minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Er is een ministerie die gedelegeerd vanuit het kabinet verantwoordelijkheden neemt. En wij proberen ons best te doen en wij hoeven niet aan iedereen toestemming te vragen om dingen te doen. Wat wel belangrijk is, de communicatie, de betrokkenheid van die mensen. En natuurlijk probeer je dingen uit te leggen. Maar wie niet wil meedoen, moet niet meedoen. Maar je moet niet anderen aanzetten tot verzet. En dat is wat er gebeurt. De minister stoort zich verder niet aan mensen die commentaar hebben op zijn beleid. Hij verduidelijkt dat eraan gewerkt wordt dat klaarheid en duidelijkheid komt wat betreft de tegenwerking die de departementsleiding nu ervaart.